Joffe kanaal, ik bedank voor het video van al deze, wat is het? 28 februari, de laatste maand van februari, na dit Romeo. Hoe gaat het met iedereen? Ik ben even cola aan het inschenken. Ja, het is voor mij weekend, wanneer je dit kijkt. 16 februari voor mij op dit moment. Dus dat is al een tijdje geleden dat ik dit opgenomen heb, maar ja. Ik ga snel naar mijn hoofd toe. Kijk eraan. Ja, we gaan vandaag reageren op vijf bekende filmtitels die vet dom klinken in het Nederlands. Ik ben heel benieuwd, want ik ben echt een filmliefhebber. Hoi. Hier bekende filmtitels die vet dom klinken in het Nederlands. Nou, ben benieuwd. De eerste. Kinderspel. Child's Play, ja. Child's Play heb ik wel nog nooit gezien eigenlijk. Ja. Ik heb wel eens wel Child of Chucky gezien, maar... Star Wars Sterrenoorlogen. Ja. De Donkere Ridder. Nou, dat is niks raars aan hoor, vind ik. Maar ja, een beetje... De persoon die dit allemaal invult, die is een beetje jonger. Die denkt dat hij heel wat is, maar ja. Een, sorry. Clockwork, dat is wel zo. Clockwork Orange. Een oranje uurwerk. Batman begint. Vleermuisman begint. Vleermuisman begint. Speed. Snelheid. Ja, dat zijn goede films. Kindergarten Cop. Dat is met natuurlijk Arnold Schwarzenegger. Met en dan in het Nederlands vertaal kleuterschool, politieman. Cabin Fever, huidje kort. De hangover naar de kater, nou, dat hoeft helemaal niet raar te klinken. Robert Cop, robot politieman. Dirty Harry, vieze Harry. Clint Eastwood, ja. It, het. De Green Mail, de groene 1609 meter. Ja, dat klinkt inderdaad niet heel. Ja. Bird Box, vogelhoutje. Dan vraag ik me eigenlijk af, heeft hij die film dan ooit gezien? Hij zegt het nu al wel, maar... Ja. Heeft hij het ooit gezien dan? Ik denk het niet. Dus het gewoon binnen erop en dan klaar. Goeie kerels. Goodfellas. Oké, okay, vijf bekende filmtitels die vet dom klinken in het Nederlands. We gaan de eerste beginnen, dat is Jaws. Terrifying motion picture from the Terrifying number one bestseller. Keken. Oh, zo. Ja. Dit is Scarface. Littekengezicht. Sal. Zaag. Oh, dat ziet er ook zo fucking vies uit. Bah. How much blood what you shed to stay alive? Stay alive, stay alive. Toy Story. Speelgoedverhaal. Nou, dat hoeft niet eraan te klinken. 12 Monkeys. Dat hebben we eens gezien. Hele goede film. No Country for Old Men. Geen land voor oude mannen. Kijk niet. Taxi Driver. Taxi Chauffeur. Daar is er niks raad aan. Bird Box. Vogelhoutje. The Terminator. De Beëindiger. Dat is een oude film. Lock, Stock and the Two Smoking Barrels. Slotvoorraad en twee rokende vaten. Man on Fire, Man in the Fik. Ja, die moet nog een keer kijken, maar dat is volgens mij een hele goede film. The Fast of the Furious, de snelheid en de woedende. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel dom, ja. Nou mensen, deel de aflevering, bedankt voor Nou, we gaan nog één keer doen. omdat we toch bezig zijn. Dat is niet allemaal wegklikken nu al. Nee! Mm.
Oké, even kijken. Wat hebben we nog meer? Eén van de mensen die het niet helemaal begrepen hebben. Oké, let's go. Richard. De posten waren niet allemaal klein. Lachwekkend. 65 euro per persoon. Hou me de tik om er vervolgens thuis achter te komen dat dit een all-in-niet-can-eat restaurant was. En dat je meerdere posten uit elkaar kunt bestellen. Heb je ook in de bazaar in Beverwijk? Het zou fijn zijn als er hier even op gewezen wordt door de bediening. Ja. Elliot. Wat? Okay. Whenever you're feeling like a moron, you remember Kim Kardashian played poker by Marriott class. Ik snap deze niet. Oké. Ik scroll maar gewoon een beetje doorheen, want ik. Gezellige tras, maar de drankjes kunnen wel wat beter gemixt bewaren. Drie mocktails gedronken en er zaten echt bijna geen alcohol in, want alcohol in. Want we waren maar echt heel licht aangeschoten zonder van het geld. Nou, moet je dan altijd aangeschoten zijn? Oh mijn god. Ja, daar kom ik niet meer uit. Of wel misschien? Ja, natuurlijk wel. Dude, no way. Nee. Nee. Dit kan niet, jongens. Oh my fucking god. James zou. Engels is fucking slecht. Dresco was Domino's. Nou mensen, dit was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat dan ook een duim achter. Abonneer op dit kanaal even nemen. Ik zeg tof deze video van wat een internet. De dag na de intro. Nee. Tot volgende week.